Afgelopen weekend kwam Louisa Jansen samen met haar man Rowan in het middelpunt van de aandacht te staan, maar niet op de manier waar ze waarschijnlijk op gehoopt hadden. Terwijl ze genoten van een avondje uit, lijkt het erop dat de situatie uit de hand liep en escaleerde tot een vechtpartij, wat resulteerde in hun arrestatie. Op sociale media circuleren nu beelden van het incident, waarbij Louisa en Rowan worden geconfronteerd met politieoptreden. Juist en deelde deelden op Instagram de video waarin te zien is hoe Louisa wordt gearresteerd. Terwijl Rowan door de politie tegen de grond wordt gedrukt. Deze ongelukkige wending heeft veel vragen opgeroepen over wat er precies is gebeurd die avond. Er wordt gespeculeerd dat Louisa en Rowan mogelijk betrokken waren bij de vechtpartij, maar officiële bevestiging ontbreekt nog. Het kanaal heeft contact gezocht met Louisa voor een reactie, maar tot nu toe heeft ze niet gereageerd op het verzoek. Dit incident markeert niet de eerste keer dat Louisa betrokken is bij gewelddadige confrontaties. Terugkijkend naar vorig jaar. Herinneren we ons haar deelname aan Echte Meisjes in de Jungle, waar ze werd gedisqualificeerd na een aanval op medekandidaten Esme Ipema. De situatie ontstond uit irritaties over een verloren opdracht en de reacties van haar tegenstanders, wat resulteerde in Louisa die plotseling Esme aanviel. Haar actie veroorzaakte ernstige verwondingen, waardoor Esme gedwongen was het programma vroegtijdig te verlaten en medische hulp te zoeken. In een reactie op het incident in Echte Meisjes in de Jungle betuigde Louisa spijt en bood ze haar excuses aan voor haar gedrag. Ze erkende de ernst van de situatie en de schade die haar acties hadden veroorzaakt, maar kon de gevolgen niet ongedaan maken. Haar confrontatie met de autoriteiten afgelopen weekend doet vragen reizen over haar betrokkenheid bij gewelddadige incidenten en roept opnieuw op tot reflectie over haar gedrag.